Oké, volgens mij zijn we in Morgrun, of in ieder geval het lijkt erop. Ik zie daar al wat jungle trees. En hier achter me was Perox, dus we gaan gewoon voorzichtig kijken of we mensen tegen kunnen komen die me misschien zouden helpen. Jade is helaas al een andere kant op gegaan, want die dacht dat ze wel wat mensen in Eron kon vinden. Maar goed, wij gaan hier op zoek. Ik zie hier al een boerderij. En een gigantische molen. Wauw. Ik wist niet dat ze zo welvarend waren. Ik dacht altijd dat Morgrim maar een kleine piratenstad was. Ach, het zal wel goed wezen, want ja, wie kunnen we hier nou eigenlijk tegenkomen? Het is toch maar. Oh, shit, er zijn wachters. Oké, we gaan even een andere benadering pakken, want anders kunnen ze me misschien wel herkennen. Ik heb op genoeg bounty posters gestaan, dus we moeten het even rustig aan doen. Oké, wat wordt het plan? Ik moet die stad binnen, want daar zijn huurlingen. Maar er staan twee wachters. Maar misschien herkennen ze me wel niet. Weet je, we proberen het gewoon. We gaan gewoon naar binnen en kijken of ze me oppakken. Misschien denken ze wel van, oh, het is maar een normale elf. Gegroeten, meneer en meneer. Halt! Wat zijn jouw zaken hier? Nou, eigenlijk ben ik op zoek naar een plek waar ik de nacht door kan brengen. Ik ben erg vermoeid. Elven zijn hier niet welkom. Zoek maar onderdak in Perox. Perox! Dat is te ver. Ik wil hier overnachten. Dat wordt een probleem dan. Tenzij je iets ter compensatie hebt. Nou, ik heb hier eigenlijk wel wat goudstukken. Als je de 10 neemt, zou dat dan genoeg moeten zijn? Geef maar 15 en je hebt toestemming. Oké, hier. Wees er blij mee. Nog een fijne dag verder. Verdomme Morgoriana. Oké, Morgrim. Hallo. Ik denk dat het maar eens slim is om op zoek te gaan naar een bar of een herberg. Er zijn vast wel mensen. Want ik ken hier verder de weg niet. Is dit een bar? Nee, dat is een werkplaats. Hey, jij daar. Hallo. Ik zie dat je wel wat slaap kan gebruiken. Ja, ik ben eigenlijk op zoek naar een bar of een herberg. Heb jij er één gezien? Haha, zeker, zeker. Ik ken de beste bar hier. Sterker nog, een maat van mij runt de tent. Haha, dat klinkt zeker goed. Vertel me meer. Ja, volg maar. Nou, ze hebben de beste friesten uit heel Morgrim. Ah, dat is zeker fijn. Maar, wat voel jij hier vooral uit? Ik ben een vis. Bakker. Ja, bakker. Dus je komt wel vaker in de bar. Weet je toevallig ook of er huurlingen aanwezig zijn? Uiteraard, uiteraard. Die zijn hier zeker. Maar vertel eens, wat doet een elf in Morgrim? Ik ben hier voor zaken. Eigenlijk was ik op zoek naar Meindert. Maar die heeft het vast veel te druk. Meindert? Meindert is geen vechter. Hij is maar een piraat. Daarentegen, ik ken wel een kapitein. Maar piraten lopen hier niet in de stad. Ja, ik heb ook geen goede ervaring met piraten, maar waar gaan we heen? We gaan naar de vuurtoren. Ah, oké. We zijn er bijna, beloof me. Weet je zeker dat we wel de goede kant op gaan, want dit ja, is een ja. Vuurtoren en dit is geen bar. Ja, kom maar, kom maar. Oké. Loop maar mee, loop maar mee. Gatwe, het stinkt hier naar verrotte vis. Ik ben nog nooit in zo'n bar geweest. Je zult het zien, ja. Dat is altijd zo geweest. Op een gegeven moment raak je eraan gewend. Ach ja, Morgrim staat er ook niet onbekend dat ze. Ja, dat ze overal wel van dit soort achteraf barretjes hebben. Dus ik ben niet echt verbaasd. Nou, om eigenlijk eerlijk te zijn, is dit geen bar, maar een schuilplaats. Een schuilplaats? Ik had moeten weten dat er hier wel piraten zouden zijn. Ik ben zeker de lul nu. De lul? Nee, dat zeker niet. Je bent in een van de schuilplaatsen van de meest beruchte piraten die er zijn. Een schuil. Oké. En welke piraat is dat dan? Hier beneden, volg het pad. En je vindt hem vanzelf. Oké, dat is goed. Weet je, moet hij wel koud, man? Want. Wie is dat? Hallo? Wie is daar? Ja, we. Zie je niet dat ik bezig ben? Oh, je bent een elf. Kom een backhand voor ook nog eens. Ja, Blackbeard, ik ben het Leon. Leon. Oh, wacht, ben je niet die elf die mij 50 goudstukken verschuldigd is? Nee, niet dat ik weet dan. Ik ben de koning van Era. Oh ja, nu weet ik het weer. Nou, wat moet je? Nou, ik heb eigenlijk hulp nodig. Era wordt aangevallen door orks.
Aha. Kaldrok is weer vervelend aan het doen. Kaldrok is verslagen, maar zijn commandant heeft nu de touwtjes in handen. Kaldrok verslagen? Koning Ties is zeker ook opgestaan uit de dood. Je grappen maken. Nou, om eerlijk te zijn, ik heb dus gehoord dat Ties opgestaan is uit de dood, maar verslagen is door Meinert. Oh, ja, oké. Ik snap je punt, maar waarom zou ik je helpen? Ik heb goud. Ik kan je dus een rijk man maken. Nou, we hebben niet echt veel aan goud op het moment. Deze stad genereert al genoeg goud voor onze voorraad. Ik kan je een deel van mijn oogst beloven, maar dat duurt nog wel een paar maanden. Nou, ik denk dat ik een beter idee heb. Mijn dolk is in beslag genomen door wachters. Haal deze terug en mijn bemanning zal je helpen. En waar is deze dolk? In dat paleis. Ik weet niet precies waar, maar dat zou je zelf maar uit moeten zoeken. Dan is er geen tijd te verliezen. Ik ga dat voor je doen. En tot straks. Ja, tot ziens. Oké, het paleis. Hier moeten we dus naartoe. Wat zijn de opties om binnen te komen? We kunnen proberen via een dak naar binnen te komen. Nee, dat gaat niet lukken. En die sprong ga ik sowieso niet overleven. Oh, wacht even. Wat we kunnen doen, is dat we die wachter gaan afleiden. Dan vermoord ik hem. En dan pak ik zijn spullen en dan ga ik naar binnen. Wat ik niet herkend. In ieder geval, ik moet wel uitkijken, ik zal wel minder opvallen. Maar, ik word niet herkend, denk ik. Nou, weet je wat, we gaan gewoon dat proberen. We rennen erop af. We doen alsof het een oud vrouwtje persoon is, grappig. Oké. Wachter! Daarachter is een vrouwtje, ze wordt bestolen van de tas. Ren mee, hier was het. Ik zag haar net. Oké, hier. Oké, pak aan. Oh, wow. Ja, zo. Ja, zo, hij is dood. Oké, nou heb ik zijn spullen. Ik zal nu wel niet zo erg opvallen, denk ik. Dus we doen dat gewoon lekker rustig. Daarachter loopt de wachter. We doen net alsof we van niks weten. Groet, ik ben mijn muts vergeten. Ik ga hem even ophalen. Oké. Hier zijn de barakken. Nou moeten we naar binnen zien te komen, zonder dat de wachters ons gaan zien. Dus, ja, die loopt er netjes voorbij. Zijn ze hier? Nee, we rennen naar binnen. Oké, hier om het hoekje kijken. Staat er iemand erachter? Staat een wachter. Oh, hello, maar de hoek om. Zijn hier kamers waar ze eventueel wat zouden kunnen bewaren? Want... Oh, shit. Dat zal wel belangrijk zijn. We gaan gewoon hier naar binnen zonder gezien te worden. Oh, daarachter loopt iemand. We gaan hier naar binnen. Oké. We doen het voorzichtig. Kunnen we even zien. Waar was die man? Hij is hier niet. We kijken hier dat hoekje om. Ja, daar is nu niemand. Ik zie allemaal kisten. Eens even zien. Is dit hem? Volgens mij wel. Oké, pak al het goud. Al het goud, jongens. We pakken al het goud. Nice. Oh, ik heb bijna gewoon mijn geld weer terug wat ik net heb gespendeerd. Netjes. Oké, nou moeten we hier uitzien te komen. Ik heb de dolk. Blackbeard's dolk. Oké. En mijn zwaard heb ik nog. Omega's. En mijn iron sword. Oké. Eens even zien. Als ik nu naar buiten zou wandelen, zou ik opvallen. Ik denk het wel. We moeten het voorzichtig. Oeh shit, daarvoor staan twee mensen. Het lijkt wel een soort van admiraal-achtig iets of een kapitein. En oké, hij loopt niet die kant op. Oké, we gaan gewoon hier naartoe. Voorzichtig. Zorgen dat we niet gesnapt worden, want ik heb nog wel de dolk. Oké, die wachter blijft dan nog wel even staan. Zien we hier nog wachters? Nee. Oké, we rennen gewoon naar buiten. We worden niet herkend. Oké, nice. Oké, weet je. Nou, ik denk dat het maar tijd is om terug te gaan naar Blackbeard en zijn dolk te geven. Let's go. Blackbeard. Blackbeard? Ja? Ik heb hier je dolk. Laten we zo snel mogelijk gaan. Ja. Nou, nee, nu heb ik er niet echt zin in. Ik kom later wel helpen. Nee. De afspraak was dat je me zou helpen. Kom de afspraak na. Maar ik heb daar geen zin in. Snap dat dan. Gewoon asociaal hoe je me behandelt. Ik heb je dolk teruggegeven.
Hoe kom je je belofte gewoon na? En wees een vent. Ja, oké. Ja. Maar dat doe ik alleen omdat je me complimenteerde op mijn mooie baard. Oké, geweldig. Maar waar is je schip en waar is je bemanning? Hier. Drink dit. Hierdoor kan je langer onder water blijven. En wat moeten we daarmee dan? Want wat gaan we doen dan? Nou ja, ik ga hier in het water springen zodat ik bij mijn schip kom. Oké, ik neem een slokje en dan let's go! Yo. Het is bijna zover. Met behulp van Blackbeard en Zephyrin zal koning Leon victorieus zijn in deze strijd tegen het kwade van Andal. Ze zullen hoop nodig hebben in deze strijd.